100 jaar Hoornerheide. Vandaag zijn we te gast in het winkeltje van Hoornerheide. En we gaan in gesprek met Margriet Stolman en Jan-Piet Kaldenbach. Fijn dat jullie de tijd hebben willen nemen om vandaag het interview te doen. En we gaan met elkaar in gesprek over wat jullie hier doen. En vooral wat jullie hier doen ook in de context van het contact met de bewoners, want daar zijn jullie voor. Dus de eerste vraag stel ik aan Jan-Piet met betrekking tot jouw rol hier. Kun je iets vertellen over wie je bent, misschien in het kort, de naam heb ik al genoemd, maar ook wat je hier doet? Nou, wat ik hier doe is samen met Margriet hebben we een beetje de verdeling van Margriet, die gaat aan tafel zitten met de mensen. Die is al goed met het direct, dat ben ik niet zoals je hoort. Dus ik sta hier achter de toonbank en dan, als de mensen binnenkomen, vragen welke woning ze zijn. En dan mogen ze snoep in koek uitzoeken. Zoiets als dit. Zoiets als dit. En we mogen uiteraard heerlijke koekjes. Ja. Kletskop, hè? Kletskop, ja. En Margriet, jij zit dan inderdaad met de bewoners aan tafel. En wat doe je dan zoal? Nou, ze komen binnen. Bewoners met iemand die werkt, of een vrijwilliger, of een familielid, komen wij aan tafel, we drinken koffie of thee. En dan pakken we altijd de lekkerste koekjes uit de winkel. En jij weet welke dat zijn? Ja, dan vraag ik wat ze lekker vinden. Oké. En dan drinken we koffie en het is soms heel erg leuk te zijn. Heel veel mensen komen uit Roermond. We zijn wel heel snel, die hebben een winkel gehad vroeger. Dus die treffen elkaar hier in het winkeltje. Ja. Ik ben van Roermond, oorspronkelijk. En dan komen de oude herinneringen van Roermond boven. Van winkels, van mensen die zij kennen, die ik ken. Dus, en dan krijg je ontzettend leuke gesprekken onder elkaar. En ook de vrijwilligers of familieleden. Ja, het is gewoon net één familie. En soms is het zo druk, want heel veel bewoners zitten in een rolstoel of hebben een rollator. Dus het wordt daar geparkeerd, de rollators. En dan is het, er komen er weer nieuwe, moeten die eerste opstappen, want er is gewoon geen plaats. Maar het is ontzettend knus, heel gezellig. Ja, en ze treffen elkaar hier, als het kan, iedere week. Heel vaak dezelfde. Behalve het afgelopen jaar met de corona zijn we met de kar langs de huisjes gegaan. Komen ze wat uitzoeken. Oké, dan kom ik zo even op als je het goed vindt. Zeg, en als het gaat om, ik hoor een verhaal van Margriet al dat ze er heel enthousiast al over wordt, dat we over verteld. Hoe lang doen jullie dat, Jan-Piet? 5 jaar. Jullie hebben ook een feestje eigenlijk? We hebben een feestje gehad. Een gedeelte van die 100 jaar. Van die gedeelte van die 100 jaar. Daar heb ik niks voor gemerkt van het feestje. Het was in de corona. Nee, de trouwentijd. Dus, en jij bent er ook al vanaf het begin bij? Vanaf het begin, ja. Okay. Ik ben de enige man die over is. De enige man? Oké. Zeg, en Margriet, als het gaat om die 5 jaar, zeg maar, het heeft natuurlijk een bepaalde vorm gekregen als je dan kijkt naar welke betekenis. Je hebt net al iets verteld over de betekenis voor de bewoners. Maar het feit dat het inderdaad de afgelopen periode niet kon, jullie gaan langs het huis. Kun je daar iets over vertellen? Nou, tot en met december ben ik niet geweest, omdat ik zelf heel erg ziek ben geweest. En vanaf januari ga ik dan mee met een kar, met koekjes en snoepjes. Hij houdt een lijst bij, Jan-Piet. Ze mogen per woning 3 pakken koekjes en 2 zakken snoep. En dan, meestal krijg je aan de woning, krijg je de bewoners niet naar buiten. Vonden het te koud of het is lastig. Maar als je hier naartoe gaat, is het een uitje voor de mensen. Ja, dat vinden ze keichiek. Ja. En als ze zeggen, oh ja, dat winkeltje. Oh, yes, ik wil dat winkeltje. Ja, het is gewoon ontzettend leuk, hè? Heel gezellig. En je kent op een gegeven moment de bewoners, familieleden. Ja, het is gewoon, het klikt gewoon. Het is gewoon ontzettend leuk. En als je dan kijkt naar het feit dat het dus nu niet kan, en soms we gaan ervan uit dat het zometeen wel weer kan. Natuurlijk. Ja, het kan, hè? Ja. We kunnen nu sinds deze week, mogen de mensen wel weer binnenkomen. Okay, ze mogen niet zitten om koffie te drinken. Maar ze mogen wel met de bewoners komen en dan kunnen ze net niet wel beter contact. Ja, en dan zijn ze er ook even uit.
Ja, en, maar hoe gaat het, want jullie zijn een winkeltje officieel, hè? Een echt winkeltje, maar hoe gaat dat dan? Mensen willen dan ook afrekenen of ja, nou, zeggen ze willen iets van, kopen, hè? Ja. Zeggen we altijd van, ik ben net jarig geweest of zo, je krijgt het gratis of schrijf je het op in een boek. En, oh, en dat accepteren ze. Dat accepteren ze wel, of sommigen, ja, maar ik wil echt betalen. Of sommigen willen ook nog wat kopen, maar ja, dan hebben ze de beurs vergeten. Ik zei, ah, dat komt volgende week wel. Ja, okay. Maar het is gewoon ontzettend leuk, hè? Ja. Heel gezellig. Ja. Echt, dus we hopen, ze mogen dan nou binnenkomen met een mondkapje en de begeleiders en dan naar buiten, geven ze door de binnen, ja, naar buiten. Maar als we dan weer hier samen koffie kunnen drinken, gezellig kunnen kletsen, ja, je merkt gewoon, de mensen willen het. Ze knappen er heel erg van op. En wij vinden het oké, leuk, hè? Ja, en van de zomer, als het lekker warm is, dan kunnen we buiten. Oh ja, we kunnen buiten zitten. Op de tafels staan, op het zonnetje. En als het gaat om zeg maar de betekenis die het heeft, zeg maar ook voor de familie bijvoorbeeld, hè? Die komen mee, betekent net van de grid, hè? Heel soms. Okay. Ja, we hebben een tijd lang hebben we wel een vaste ploeg steeds van het. Ja. En, maar op een gegeven moment, ja, dan is het alleen maar met het personeel waar ze mee komen. Of vrijwilligers, we hadden vaste vrijwilligers die iedere week kwamen. We zijn er een aantal mee gestopt vanwege de corona. Ja, dan krijg je zo'n leuke band mee, hè? Ja. Zeg maar, zijn er meerdere vrijwilligers betrokken bij het winkeltje? Of doen jullie het z'n twee? Ja? Hoe groot is de groep, Margriet? 6 tot 8 personen. Ja, we hebben bijna geen contact meer. Dus je weet ook niet wat er nog over is. Oké. Okay. Ja. Want maandag is het winkeltje op woensdag. Wij zijn van de woensdag. En zaterdagmiddag. Wat heeft nou op bijna een jaar stilgelegen op zaterdag. Want het was de bedoeling dat op zaterdag meer familie mee zou komen. Maar ja, dat is minimaal. Ja. En dat is alleen dan maandag en woensdag. Woensdag. En dan mogen de mensen die koekjes komen halen. Het moet verdeeld worden voor 2 keer komen. Want anders dan nemen ze alles tegelijk mee en dan komen ze niet meer. Maar het is leuk dat de mensen eruit zijn. En dan lopen ze hier naartoe met de relaties. En ook het onderling contact met de bewoners, hè? Dat vind ik zo leuk. Och, best ook iets. Ja, dat is heel leuk. Het is onbetaalbaar. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Zeg, en het onderhoud en de inkoop, zal ik maar eens even zeggen. Ja, die doen wij niet. Oh, die doen jullie niet? Jullie geven wel een bestelling toe? Nee, ook niet. Dat wordt gewoon gekeken van wat er weg is en dat wordt dan besteld. Of ze hebben een voorraadkast en dan wordt het weer aangevuld. Oké, die zeggen dat kastjes waar wat staat, dat kunnen we aanvullen. En als het op is, dan wordt het weer aangevuld. Ja. Je kunt niet zeggen, nou, volgende keer wil ik gevulde koeken? Of, nou, we proberen wel eens wat door te geven, maar dat weet ik niet. Nee, maar het winkeltje is op zich klein, hè? Dus als je zegt van nou, je zou eigenlijk wat meer. Hebben jullie, Margriet, de vraag aan jou, hebben jullie wat meer ruimte nodig? Of, Nee, het is het intieme hier. We kunnen ook hiernaast, maar ja, dit is de sfeer hier, hè? Als het te groot wordt en je hebt te weinig mensen zitten, dan wordt het heel onpersoonlijk. Ja, maar dus dat intieme, dat is gewoon zo leuk. Ja, het is soms hele leuke verhalen. Echt, je kunt er een boek over schrijven. Ja, het is echt heel gezellig, hè? Nou ja, goed, zo, we geven er staan met die radio. Deze week? Deze week ook weer iemand, want we hebben natuurlijk een heel moderne ding daar onderstaan. Maar er is een keer ook van een dochter van een bewoner. Die zegt van, joh, ik maak wel een kleedje voor je, dat bij dat mooie. Nou, die heeft dat gemaakt voor ons. En dat vergeet je ook niet meer. Dan zeggen mensen, wat komt er een goed geluid uit aan die oude radio? En dat zit achter het kleedje, zit zo'n moderne ding. Ah, dat zijn dingen, dat is gewoon prachtig. Ja. Die oude radio is wel herkenbaar. Hè? Ja, er waren 2 heren, die we nog niet eerder van gezien hebben. Deze week. Oh, die heb ik ook. Ja, de koers. Och, dat is een blauw poep, dat is een goeie. En dan kun je zo de zender strijden. Super, daar waren ze echt ja, met je radio bezig. Ik zei gewoon een goed muziekje. Heel mooi, heel mooi. En ze vertellen ook, jij, zoals ik zie hier bijvoorbeeld asperges liggen, vertellen mensen ook iets over de producten die ze zien? Want het zijn natuurlijk wel dementerende ouders. Je hebt daar ook namaak hammen en worsten. En dat is voor sommige mensen ook herkenbaar. Ja. Van de week waren er dan mensen waar, oh, ik heb een sinaasappel naast hier alsjeblieft. Oh, voelt een beetje raar aan. Ja. En dan kan je ook wel eens uittesten van, nou, wat is dit of wat is dat? Kijken we hier ook appels liggen, wat kersen. Dus boven dat. Nou, dat is wat me ook net opviel, Margriet. Dat jullie ook inderdaad de originele dozen nog hebben, hè? Zeg maar van de verkade enzovoorts. Dus dat is voor de mensen die hier wonen heel herkenbaar. En we hebben hier ook de borden nog, hè? Ja. Ja.
En soms dan vakken we zoiets van, god, wat deden jullie daarmee met die zullen? Oh, en dan moesten we mee wassen en mee schrobben. Dus ja, heel herkenbaar. En er komen al die herinneringen boven, ja. Die heel lang. Ja, dat is ook de meerwaarde, hè, Margriet? Ja, absoluut dat is de meerwaarde. Echt superleuk. Maar ja, ik zeg, je kunt geen sigaar meer roken, want er zit niks meer in, hè. Ja, dan beginnen ze te lachen. Dat is voor de gezondheid tegenwoordig een... Ja. Maar wel herkenbaar, of sommigen hebben wel gerookt vroeger. Ja. Mooi verhaal. Trouwens. Ja, het is gewoon ja, jammer dat jullie inderdaad het feestje van 5 jaar winkeltje niet konden vieren. Maar misschien kunnen we dat in de loop van het dunnetjes jaar nog goed maken. Ja, dunnetjes open. Nou, doen we het met z'n tweeën. Ja, champagne erbij. Ja. Maar. Champagne erbij. Mag ik jullie bedanken voor dit leuke gesprek? Ik wens jullie heel veel succes in de hoop en de verwachting. Hè. Dus we gaan duimen dat het binnenkort weer mag en als het mooi weer is inderdaad. We zijn er heel langzaam opgestart, hè? Dat ze mogen langskomen, zo'n koffie drinken, heel langzaamaan komt het weer. Ja, oké. Okay. Nee, dat is een goed vooruitzicht. Dus daar laten we het bij voor nu. Geven de mensen een koekje. Ja, dat vind ik wel. En dat hebben ze allemaal heel graag. Dankjewel. Nou, dan sluiten we bij deze af. Dankjewel. Okay. Dankjewel.